Kijk, mijn leven bestaat ook niet alleen maar uit bezig zijn met, nou ja, wat sommigen noemen wapje praat. Sommigen noemen, ja, complottheorieën. Kijk, één ding wat belangrijk is om niet te vergeten is dat we allemaal mens zijn. Dat mens zijn, dat is verdomde belangrijk om continu over na te denken. Wie ben ik? Wat doe ik? Waarom ben ik ermee bezig? Waarom maak ik welke keuze? Ik maak elke keer een weloverwogen keuze over wat ik ga zeggen, wat ik ga doen. En dat is natuurlijk niet altijd makkelijk. Want je wil natuurlijk ook gewoon af en toe eens een keer uit de band springen en zeggen wat je denkt. Je kan niet altijd meer zeggen wat je denkt, want dan word je gelijk keihard op afgestraft. Hoe jammer het ook is. Hoe jammer het ook is dat je niet meer jezelf kan zijn in deze tijd. Is dat niet een beetje gek? Als ik naar de politiek zit te kijken, dan, en dat zou iedereen eens moeten doen, dan kijk ik naar hoe geven ze antwoord en wat geven ze voor antwoord. In mijn opinie geven ze nooit antwoord. En het wordt tijd dat je daar eens een keer echt op gaat letten. Want als jij wil weten of jouw geld wordt uitgegeven aan een natie die ons meer heeft gekost dan dat we uiteindelijk... We moeten het allemaal zelf betalen. Vergeet even niet, als het gaat over de Nord Stream en de explosie en wat dat allemaal heeft gedaan voor ons in een best al moeilijke tijd waar we al in zaten. Ja, dan zou het op zich wel logisch zijn als jij het antwoord krijgt. Ja, hij heeft er wat mee te maken en dat we dan ook de keuze hebben over ons geld om te zeggen, nou, we gaan het geld gewoon niet meer inbrengen. Ja, ik heb het inderdaad over Zelensky. En dat is iets waar je zo over na zou moeten denken. Gisteren zit Brekelman weer eens een keer in natuurlijk een NPO-programma. Dat we Oekraïne onverminderd blijven steunen, dat is ook het standpunt van het kabinet. Maar daarvoor, kijk, zijn nu die twee dingen naast elkaar. Rusland heeft vandaag massaal de elektriciteitsvoorziening van Oekraïne weer aangevallen. Eigenlijk om het leven in Oekraïne ondraaglijk te maken. Wat er met Nord Stream is gebeurd, daar wordt nu onderzoek naar gedaan. U weet de uitslag al? Nee, ik weet de uitslag niet. Nou, dat lijkt me wel. Ik wel, toch? Want u bent hoofd van de Defensie en MIVD. Degene die van deze aanslag wist, die valt onder u. Dus de dag dat u binnenkwam, kreeg u dat op uw bureau gepresenteerd. Dus u weet dit. Daar kunnen wij wel van uitgaan, toch? Ja. Nee, nou kijk, ik doe daar sowieso doe ik daar geen uitspraak. Maar waarom niet? Want wij hebben daar allemaal mee betaald in Nord Stream. Sorry dat ik weer ga, maar we hebben daar allemaal mee betaald. De Gasunie heeft daar 10%, is een staatsbedrijf. Die hebben daar misschien wel een miljard op verloren. Nee, dat is gewoon echt om te weten wat daar gebeurt. Maar laat me even een paar dingen uit elkaar halen. De reden waarom ik niks over de MIVD zeg en wat de MIVD doet, is omdat zij werken met hele kwetsbare bonden. En omdat zij methoden gebruiken waarvan wij niet willen dat onze vijanden, onze tegenstanders weten wat we daar aan doen. De MIVD is de hele dag bezig om ons, nee, ik wil nee knikken, maar is bezig om ons veilig te houden. Natuurlijk zijn ze daarmee bezig en daar zijn ze dankbaar voor. Dat is één. Het tweede is, het Duitse OM doet op dit moment onderzoek. En ja, er zijn 3 Oekraïense verdachten zijn in beeld. Ja, er is arrestatiebevel. En wij wachten de uitkomsten van dat onderzoek af. En dan is altijd de vraag, zijn dat 3 individuen geweest, als dat zo is? En in hoeverre was de aansturing vanuit eventueel? En dat is allemaal speculatie en allemaal voorbaring. Is niet en wat de MIVD daarover weet, dat doen we vanwege de reden die ik net zei, geen uitspraak over. Maar het is echt, hoe dan ook, is het, hè, waar dit onderzoek in staat, is anders dan wat wij vandaag hebben gezien. Namelijk 100 raketten, 100 drones. Nee, maar dat is een ander. Hij heeft geen enkel antwoord gegeven. Hij heeft alleen maar ontwijkende antwoorden gegeven en over onze veiligheid gepraat. Maar de reden dat wij niet veilig zijn, is dat zij keuzes hebben gemaakt waardoor we niet veilig zijn. Dat gaan ze nooit toegeven. De hele linkse kliek is maar met één ding bezig. Is maar met één ding bezig. Een nieuwe economie. Jou verder de mond snoeren. Geen antwoorden geven. Overal omheen draaien. En je kan mij niet vertellen dat voor jou ook wel oké is. Ik geloof het gewoon niet. Als jij je kind vraagt of ze dat snoepje hebben gepakt zonder te vragen, dan wil je ook een antwoord. En als ze geen antwoord geven, dan word je boos, toch? Want waarom bij jouw kind wel? Terwijl die beschermd moet worden. En Brekelmans laten we gewoon maar een beetje uit zijn nek lullen. En niet alleen Brekelmans, dit is de hele politiek, ook Geert Wilders, iedereen. Iedereen lult uit zijn nek, geeft nergens een antwoord op, doet maar wat. Denk er maar zo over na. Misschien een eentje voor vandaag. Ik ga de keuken even verder slopen. Kijk, dit is mijn dag vandaag. De keuken moet eruit, want we krijgen een nieuwe keuken. Fijne dag.